waarin de oudere geneeskunde meer aandacht voor is dan in het ziekenhuis, is eigenlijk de beleving van de patiënt. En dat klinkt een beetje soft en een beetje zweverig misschien, maar dat is het helemaal niet. Wat ik namelijk zie in het ziekenhuis is dat veel artsen de problemen van de patiënt als medische puzzels zien. En dat zijn het ook. Het zijn medische puzzels die moeten worden opgelost en daarvoor zijn de patiënten daar ook. Tegelijkertijd zie ik dat de patiënten in het ziekenhuis niet alleen maar het antwoord op hun medische puzzel willen. Ze willen heel vaak ook gewoon een gesprekje of een beetje ondersteuning, een schouderklopje. Heel simpel, het zit hem in hele kleine dingen. En die zijn minstens zo belangrijk als het oplossen van de medische puzzel. En dat vind ik zo mooi aan het verpleeghuis, dat daar heel veel oog is voor die combinatie eigenlijk. Niet alleen maar het beter maken van mensen. Heel vaak kunnen mensen niet meer worden beter gemaakt. Sommige dingen kunnen natuurlijk wel beter worden gemaakt en daar zit een hele grote medische uitdaging in. Maar tegelijkertijd ook de aandacht voor het welbevinden van de mensen en kijken van waar heeft die persoon nou behoefte aan? Heeft die persoon behoefte aan een antwoord op onze medische puzzel? Of heeft de persoon meer behoefte aan af en toe eens een gesprekje, ondersteuning, aandacht? En ik denk dat juist door die aanpak, dat de meest moeilijke medische problemen voor mensen wat draaglijker gemaakt kunnen worden. Dat spreekt me heel erg aan in de oudere geneeskunde.